Dan zijn we daarmee gekomen aan het einde van het blok besluit. En gaan we over naar het open podium. Waarbij ik mijn excuus wil aanbieden aan de inspreker dat hij zo lang heeft moeten wachten. Het open podium is de bedoeling dat bewoners en instellingen kunnen komen inspreken bij de raad. Ze krijgen daarbij 5 minuten de tijd. Daarna is er de mogelijkheid aan de raadsleden om verhelderende vragen te stellen. En we beginnen, en dat is ook de enige inspreker van vandaag, met de heer Rustema. En hij komt inspreken over voorstellen voor verbetering van afvalverwijdering. Meneer Rustema. Ja, ik kan u geruststellen, ik ben gewend om binnen de tijd te spreken. Mijn 5 minuten gaan nu in. Niet zozeer afvalverwerking, maar ook het ophalen. De belofte van de ondergrondse containers ooit was dat er minder afval op straat zou achterblijven. En ik merk, er staan wat foto's op het scherm, die heb ik van verbeterdebuurt.nl, dat er veel afval naast ondergrondse containers blijft liggen. Papiercontainers of restcontainers, het komt er niet allemaal in. En zelf kan ik ook in heel veel gevallen niet mijn afval recyclen, terwijl ik dat wel heel graag wil. En daarom heb ik wat oplossingen bedacht om mensen te verleiden. Deze die wil ik wel graag eventjes laten staan. Verleiden om afval beter te verwerken. In plaats van te komen met allemaal handhavingsvoorstellen of vragen om extra containers of en dergelijke. Dat is allemaal duur en lastig. Ik stel deze foto die ik nam vanuit mijn huis, was de aanleiding. Dat was het begin van de maand. Buren waren verhuisd. En ik merkte dat de maanden daarna ook, dat steeds rond het begin van de maand, dan wordt deze ondergrondse container bedolven onder vuilnis. En het blijkt dat mensen die verhuizen, de boel na de verhuizing, wat ze niet meer mee willen verhuizen, op straat gooien. En je kan ze er ook niet meer op aanspreken, want ze zijn verhuisd. En dat is ook hun redenering. Tenminste, in ieder geval bij mij in de buurt is mijn indruk. Mijn voorstel is, maak afspraken met verhuizers, zodat zij als extra dienstproduct op de een of andere manier aantrekkelijk aan kunnen bieden dat zij het grof vuil, dat zij zich ontfermen over het grof vuil. En dat dat perfect gerecycled wordt. Fijn voor de verhuizers, die kunnen een extra dienst aanbieden. Fijn voor de mensen die gaan verhuizen, want die hoeven zich niet meer te bekommeren om hun grof vuil. En het percentage gerecycled en netjes verwerkt vuil, dat stijgt omdat je met een professionele verhuizer goede afspraken kan maken. Die papiercontainer die we voor de Albert Heijn zagen, dat was die vorige foto, die bedolven wordt door vele dozen, vaak na het weekend, als men inkopen heeft gedaan bij de IKEA, de juppen boven de Albert Heijn. En die gooien al hun verpakkingsmateriaal ernaast en de boel verstopt en dat is heel veel. Zooi. Maak afspraken met de VVE's en corporaties dat die woningen die een grote portiek hebben, dat ze intern een eigen inzameling krijgen voor glas en oud papier. Want dan zal je ook waarschijnlijk zien, omdat het zoveel makkelijker is dan naar de supermarkt lopen, dat het percentage ingezameld recycleerbaar vuil stijgt. En mijn derde voorstel, het is u vast ook opgevallen, er zijn veel meer bakfietsen in de stad. En ik geloof dat maar 1/3 van de bewoners bezit een auto. Maar als ik mijn afval wil recyclen, dan moet ik naar het afvalpunt aan de Seineweg voorbij, ver fietsen. Dus echt heel ver fietsen, zeker als je ondertussen iets mee wil nemen. En als we gewoon naar het Stadsdeelwerf kunnen fietsen en daar gewoon als bezoeker naar binnen kunnen rijden en het daar achter kunnen laten en het daar perfect gerecycled kunnen worden, dan zijn in ieder geval de welwillende burgers bediend. Dat is misschien een klein percentage, maar laat dat 10 of 20% zijn. Dan heb je in ieder geval al meer beet dan wanneer je mensen iedereen oplegt om ooit een keer naar de Seineweg te rijden. En dat waren mijn 3 suggesties die voor de rest geen infrastructuur kosten. Alleen ja, een ambtenaar die even wat moet gaan organiseren en afspraken maken met allerlei verschillende partijen. Het hoeft niet van stel op sprong, maar als dat ergens in de komende jaren kan gebeuren, dan kan je vroeg of laat, denk ik wel, effect verwachten. Ja, ik heb nog 40 seconden over, die geef ik graag aan iemand anders die dat nodig heeft.
dan geeft u die daarbij aan mij. Hartelijk dank voor uw drie suggesties, voor uw inspraak. Ik zag de heer Smit. Die wilde reageren. Ja, dank u wel, voorzitter. Dank allereerst voor uw inspraak. Ik vond het erg inspirerend. Het maakt duidelijk dat wij ons voordeel kunnen doen met ideeën die op deze manier uit de buurt en van bewoners komen. Ik denk dat wij van GroenLinks ook zeker gaan proberen om een aantal van uw suggesties voor de begroting in een plannetje te verwerken. Ik had nog één vraag. U zei aan het begin van uw inspraak ergens in de eerste paar zinnen, ik kan niet altijd recyclen hoewel ik dat wel wil. Ik vroeg me af of u dat wat nader kon toelichten, waar dat in zit. Het sloeg eigenlijk op mijn laatste oplossing. Ik moet een auto organiseren voordat ik kan recyclen. En als ik dat niet kan, dan moet ik allemaal spullen... Ja, dumpen. En dat is onnodig. En daarnaast, dat wilde ik eigenlijk ook nog zeggen, op weg naar mijn werk aan de Universiteit van Amsterdam neem ik altijd mijn plastic tasje met plastic mee. Omdat op de Elandsgracht staat een overvolle plastic inzameling container. Beetje onhandig. Als dat beter zou kunnen, dan zou ik dat ook verwelkomen. Maar ik heb me verdiept in het hele probleem van de plastic recycling in Amsterdam-West. En dat is een proces. Ooit verwacht ik wel een container, al hoop ik wel dat het niet zo'n gruwelijk lelijke oranje bovengrondse container is, maar dat het eentje is die alles met zonne-energie comprimeert. Dank u wel. Meneer Dijksman. Ja, bedankt. Bedankt. Ik vind het ook heel leuk. Ik erg me persoonlijk heel erg aan die troep op straat. En we doen als dat ze heel erg veel over. Ik vind ook dat bewoners daar ook een bijdrage kunnen leveren. Ik erg me eraan. Ik heb er ook een paar maanden geleden vragen over gesteld, maar ik vind het ook heel goed dat u daar heel positief benadert in plaats van vloekt. Misschien doet u dat wel, maar ik vind het heel fijn dat u hier heel positief zegt, nou, dit zijn positieve oplossingen om dit probleem op te lossen. Bedankt. Dank u wel, meneer Dijksman. De heer De Groot. Dank u wel. Ja, allereerst dank. Ik ben echt onder de indruk van de presentatie die u zojuist heeft gehouden. Heel netjes en dank ook voor een aantal tips. U hoorde al zojuist dat GroenLinks al meteen met uw ideeën vandoor ging. Nou, ik denk dat dat een groot compliment is. Maar de vraag eigenlijk die ik wil stellen, en ik ga nu niet de portefeuille houden met een reactievraag, maar het is ook een aankondiging van een vraag die wij gaan stellen. Ik signaleer met u dat dit probleem zich vaak voordoet op de maandag, kwartje valt. En ik zou eigenlijk aan de portefeuillehouder eens vragen om daar eens wat nader op in te gaan, om over na te denken. Dat hoeft niet nu, want dit zijn natuurlijk hele gênante beelden. En dat is iets wat wij gewoon in deze raad van links tot rechts gewoon niet willen. En misschien zouden we toch eens kunnen kijken hoe we dit kunnen vermijden. Dank u wel. En bij u krijgt hier nog een vraag over van ons. Goed, dank u wel, meneer De Groot. Dan nog meneer Dijk en dan de heer Schoenberger. Ja, dank u wel, voorzitter, en dank aan de inspreker. Ook voor ons geldt voor de VVD dat... Ik heb niet eens een vraag, maar u heeft echt een grote ergernis te pakken. En die ergernis is niet alleen bij bewoners, maar ook bij raadsleden merken we uit verschillende debatten. Dus ook wij zullen uw voorstellen heel serieus gaan bekijken en eens zien wat we daarmee mee kunnen. Dank u wel, meneer Dijk. Dan nog de heer Schoenberger. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ja, ik signaleer net zo goed dat vaak die afvalbakken vol zijn. Dank voor de adviezen. En ik heb begrepen dat GroenLinks van plan is om het een en ander te gaan verwerken. Dan wil ik nog een advies meegeven. Dat is heel simpel. De techniek staat voor niets. Gewoon als een container vol is, gaat er een signaaltje naar de centrale. En dan weet je dat je hem opgehaald kan worden. Je kan die signaaltjes kan je gaan turven. En dan besef je ook op een gegeven moment dat op bepaalde gebieden in de stad er een tekort aan afvalcontainers is. En daar kan je er dan één of twee bij plaatsen. Heel simpel. Techniek staat voor niets. Dank meneer Schoenberger. Dan zijn we daarmee aan het einde gekomen van het open podium. Veel dank aan onze inspreker.